Ja, vrienden, ik heb me tot nu toe nog niet uitgesproken over het vrouwenvoetbal. Nee, bewust niet, want ik dacht van, laat maar gaan. Is natuurlijk veel te veel aandacht voor het hele gebeuren, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, ik dacht van, ik gun die vrouwen de lol en ik gun ze gewoon eventjes in de limelight staan en kom maar, doe maar. Maar goed, dat zie ik gewoon eens bij de NOS. Er worden er vergelijkingen gemaakt met die Wiegman en Louis van Gaal. Nou zeg, toen dacht ik, nee, maar nou moet ik even, nou moet ik wel even optreden hoor. Nou is het wel even mooi geweest. Ja, kom nou. Waarom willen die vrouwen zich vergelijken met mannen? Hou daar nou mee op. Luister nou eens even goed. Het is volkomen duidelijk. Mannen voetballen en vrouwen die spelen vrouwenvoetbal. Dat zijn twee totaal verschillende sporten. Die hebben niets, goed, niets met elkaar te maken. Ik heb af en toe even gekeken. Ja, en wat zie je dan? Ja, er komt geen, vrienden, er komt gewoon geen voorzet aan. Punt. Ik bedoel, voorzet achter het doel, te laag, slaat helemaal nergens op. Ze hebben allemaal, heel veel dames hebben gewoon ruzie met de bal. Geen behoorlijke aanname, niks. Ballen vliegen alle kanten op. En dat als er een schot komt op doel, is meestal een rolletje. Ja, echt een knal in de hebben we niet. Als er eentje kan schieten, heel toevallig, en die schiet dan ook op doel, dan zit hij ook, vrienden. Want de keepers bij dat vrouwenvoetbal, die kunnen niet springen of die kunnen niet duiken. Of die weet ik veel wat daarmee is, maar dan zit hij bijna altijd. En soms ontstaan er ook kansen en dingen, omdat het ineens is het dan hotse-knotse voetbal en dan vliegt die bal alle kanten op, weet je wel. Boem, 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 boem. Ja, dan word ik gewoon een flipperkast helemaal duizelig van. Want die vrouwen, die zouden best eigenlijk allemaal hetzelfde shirtje kunnen dragen. Want ze spelen hem bijna nooit naar de eigen kleur. Ook niet. Ja, of de paas komt gewoon bijna nooit aan. Of de bal gaat uit. En als je ze ziet koppen, die vrouwen, die springen dus allemaal zo, hoep, zo recht omhoog. Weet je wel, dat is echt van het niveau van de F'jes. Vrienden, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het heeft dus gewoon niks met elkaar te maken. Ik bedoel, we gaan toch niet het vrouwenvoetbal vergelijken met Real Madrid of Manchester City of Liverpool. Nee toch? Want als we gewoon maar een club nemen uit, ik noem maar de derde divisie, hè? Barendrecht of Urk of Arkemaarse Boys, die winnen gewoon al van die Nederlandse dames. Gewoon dat is een zekerheidje. En die wedstrijden van Arkemaarse Boys en alles, die gaan we toch niet allemaal live en op Nederland 1 uitzenden, vrienden. Het is volkomen gestoord. Maar goed, ik gun het de dames. Ga ermee door. En ik denk dat jullie nog een jaartje of 15 of 20 nodig hebben om daar iets leuks van te maken. Maar dan nog blijft het vrouwenvoetbal.